uw auto staat nog mooi geparkeerd. Ja, klopt inderdaad, ja. De auto's lijken nu wel goed geparkeerd te zijn, toch? De auto's zijn zeker goed geparkeerd, maar als je goed kijkt dan zie je ook dat het wel vrij vol is met auto's. In de Merelstraat, Vinkstraat en de Fazantstraat, oftewel de vogelbuurt in Wijchen-Noord, is er een parkeerplekkentekort. Auto's staan vaak noodgedwongen half op de weg en op de stoep. Het is eigenlijk opgezet hier voor, ik geloof, elk huis, 3 huizen, 1 auto. Maar ja, toen de wijk opgezet was, was dat misschien zo. Maar dat is verleden tijd. Ja, de meeste mensen hebben nu 2 auto's. Als er niet meer zijn. Als je kinderen hebt, dan zijn er nog meer. En dat zorgt voor problemen. Zeker op de vrijdagen wanneer de vuilniswagens door de straten rijden. De daar kan gewoon de bocht niet goed nemen. Ze rijden dan niet door en ze halen het vuil gewoon niet op. De Wijchense VVD herkent deze en andere signalen. We kennen wel verschillende buurtbewoners die daarover klagen van goh, mijn kleinkind of mijn kind speelt hier en moet er regelmatig in de rem, zeg maar, als er een auto aankomt. Ja. De VVD hoopt dat de gemeente gaat onderzoeken hoe het parkeer- en doorstromingsprobleem kan worden opgelost. Dirks heeft al wat ideeën. Nou, je zou qua verkeersveiligheid kunnen denken aan de eenrichtingsweg. Hè? Dus dat je niet in ieder geval van 2 kanten verkeer hebt die als ze elkaar tegenkomen ook nog voor of achteruit moeten om de weg te kunnen maken. Maar je zou ook kunnen denken aan, de auto's staan nu in de lengte richting geparkeerd. Als je ze in de breedte richting zou parkeren, zou je meer auto's per vierkante meter kwijt kunnen. Maar dan zou dat ten koste gaan van het groen. Waar je wel voor zou kunnen kiezen is dat je deze vakken het groen laat behouden, maar dat toch op kan parkeren. Dat kan met matten die gras of mos doorlatend zijn, zodat je wel het groene karakter houdt. De lokale partij verwacht na het winterreces een antwoord van de gemeente. Wel is er al een oplossing voor de vuilniswagens. Er komt een bord te staan dat ze op vrijdagochtend van, ik dacht van 8 uur tot 12 uur niet mogen parkeren. En dan kan de vrachtwagen de bocht makkelijk nemen.